Oké, nou vandaag is dus de generale repetitie. We doen 3 juni na. Dat betekent dat we vanmorgen om 5:06 zijn begonnen. Hebben we 1,5 uur hard gelopen met een heel team. Lopen 17,5 kilometer, even symbolisch voor de Alp. En ook om 8 uur, 11 uur en om 2 uur vanmiddag. We zitten nu op de helft, want het is nu bijna 11 uur. Dus het is tijd om te gaan. Mooi zo. Vind ik goed? Ja. Wat pittig aan het einde nog even. Maar lekker. Nou, iedereen die gaat het wel voelen, want we hebben tenslotte 52 kilometer nu erop zitten. En een beetje. 52,5 om precies te zijn. Ik denk dat een aantal geen vierde gaan doen. Judith, kijk even aan, die gaat lekker fietsen. En Kees ook. Kees gaat sowieso 3 keer lopen en een keer fietsen. Nou. Ik denk dat ik wel de beste tijd gehad heb, maar goed, opgeven is geen optie, hè. Hier zijn we er klaar voor! Yeah! Ja! Zodat jullie ook het gevoel hebben, hoe we draaien met onze rechterarm. En dan zak je door met de knieën mee. Op. En dan de andere kant op. Dames kunnen we altijd goed. En wissel. Vanochtend hebben we dan een warming-up gedaan voor de 220 Alp de Zussers. Lekker dames die met z'n allen nu even met de fiets de berg op gaan voor de eerste keer. Dan is het altijd goed om een beetje als team een stukje sfeer te creëren. Dan is een warming-up een goed moment voor. En aan de andere kant is het lekker om even de spieren, alles een beetje los te krijgen. Alle draaiende onderdelen als mensen bezig zijn. Dat ze even voordat ze die intensieve inspanning doen, toch even alles een beetje los hebben. En dan beginnen we eerst aan de bovenkant altijd. Dat je even je armen los krijgt. Vervolgens je rug, je heupen en het laatste de benen. En dan zorgen dat die hartslag een beetje omhoog gaat. Zodat ze eigenlijk klaar zijn om een prestatie, eigenlijk een topprestatie die ze op dit moment moeten leveren, niet te leveren. Ja, is heel bijzonder. Als ambassadeur van Alp du Zes sta je altijd te praten over wat mensen hier mee gaan maken, waarom we het allemaal doen. Het mooie van dit jaar voor mij is dat ik inmiddels al ruim een jaar eigenlijk heel erg goed voel. We zien het ieder jaar groeien. We zien steeds meer mensen betrokken raken bij ons evenement. Het wordt ieder jaar niet alleen groter, maar ook mooier. En ja, als ik hier dan sta en ik hebben we vandaag met 250 Alp du Zussen startschot beleefd. Die zijn nu bezig te fietsen en morgen gaan we met een kleine 3000 mensen fietsen. Dan geeft dat een geweldig gevoel. Dat geeft een ontzettend mooi gevoel van saamhorigheid. En we weten met z'n allen waar we het voor doen. En we weten ook dat we de dingen gaan bereiken die we willen bereiken. Yeah.
Ja, zonder regelen, trainen, om een idee te hebben, 4000 kilometer plus gelopen. Meer dan 35.000 meter geklommen. Dus niet zo, maar omhoog. Dus dat is nu 4 uur 22. Dus bijna half vijf, 6 over 5 starten we. En als je gaat hardlopen met koude benen, moet je lichaam helemaal warm zijn. Ja, ja hoor, helemaal goed. Zo vroeg. Gebeurt hier allemaal? Ik ben met mijn laatste voorbereidingen bezig. Want ik ga vanmiddag ook fietsen. En dan besef ik me dat ik ook nog een plaatje op een fiets moet maken. Kijk, van mijn naam erop. Dus nu ben ik op zoek naar 2 tie-rapjes om aan mijn fiets vast te maken. Hoe zei hij nou? Dan kom ik niet. Hey, het is nu 5:30 geweest, 5:30. 6:05 is straks de start. Ik nog even bij de wc even plassen, water vullen. Als we klaar zijn, gaan we met z'n allen rustig naar de start toe. Ik probeer een beetje links te lopen, maar ik zal ook even kijken. Want als het goed is, staan er al heel wat fietsers te wachten. Er komen nog 5 touringkarren naar beneden. Binnen nu een 10 minuten. Die moeten door die fietsers heen. Of er omheen of er overheen, maakt mij niet uit. We starten vooraan. Dus Peter en Koen staan straks vooraan. Dan de lopers en dan de kans van het eerste uur. Een paar motorrijders en de rest. Dus als we bij elkaar blijven, kunnen we dat startvak in. Nou, hij ligt achter de mat. En dan moeten we gewoon even kijken en dan zal wel aangegeven zijn. Nou, heel veel succes. We zullen elkaar in het startvak wel spreken. Maar voor het geval dat, dan weten we zeker dat het bij deze gebeurd is. Ja. Ja, steun elkaar, wees lief voor elkaar. Denk vooral aan jezelf. Ja, yeah. Kom op. Doe het voor een ander, maar vergeet jezelf zeker niet. Ja, gaat lekker. Het zat voorin, dus dat was lekker starten. En nu is het natuurlijk prachtig om naar de lint beneden te kijken. Succes! Nemen, dat hoort hebben we verdiend. Ja, heel goed. Hoeveelste keer is dit dat jullie omhoog gaan? Tweede keer. Tweede keer. Eerste keer. Eerste keer. En viel het mee of tegen die eerste keer? Nee, ja, de eerste keer ging prima. Oké. Nu al wat warmer. Hey, en vorig jaar ook meegedaan? Ook meegedaan, 3 keer gereden. Je zit op het allermooiste plekje van Europa, hè? Wist u dat? Ik heb nog niet de kans gehad om ervan te genieten. Bye.
was net boven en... Ja, gelukkig boven. We gaan het proberen. Absoluut ga ik het proberen. Je kan hier niet zomaar weggaan zonder minimaal een paar bochten gelopen te hebben. Ik moet wel mijn Achillespees heel hard op. Hij is van mezelf. Maar ik moet een paar bochten doen. Want dat was het probleem? Achillespees. Een beschadiging opgelopen een paar maanden geleden. De Drunense Duinen. En, nou, het gaat redelijk. 5 kilometer kan ik normaal gesproken lopen. Dat is zeker niet de berg op. Maar ik moet een paar bochten in ieder geval doen. En als het een beetje lekker gaat, nou wie weet. Zo, laat er even een professional naar kijken. Even voor de zekerheid na laten kijken voor de afdaling. Ja, wat was er mis mee? Ik was bang voor de remmen. Maar dat bleek goed te zitten. Zij kijken met de voet naar. Geweldig. De kwaliteit fietsen, ja, de ene keer is het beter dan de andere keer. Er zijn mensen bij die toch heel goed voorbereid hierheen komen. En er zijn er ook bij die denken van nou, het zal wel een heuveltje zijn. Dus die gaan om. Die hebben in ieder geval niet de materiaal voor elkaar. Zeker de 20, lekker. Zo, wat goed joh. Ik voel hem wel hoor. Ik heb veel steun aan jou. Vanaf bocht 11 hebben we het samen gedaan. En ik had veel steun aan Bob, dus het ging helemaal goed. En wat was het moeilijkste punt? Nou, de laatste paar vanaf bocht 3 omhoog tegen RCR. Ga je de vermoeidheid voelen en gaat wat verkrampen. Maar conditioneel is goed. En nog een keer? Nog een keer, maar eerst even laten behandelen. Want, ja. Derde keer. Zit er bijna 30 kilometer in, helemaal. Ik heb vandaag 2 keer hard gelopen en 1 keer gefietst. Wat me erg verbaast is dat het fietsen veel zwaarder is dan lopen. Daar heb ik natuurlijk al heel veel getraind op lopen, maar het fietsen vond ik erg zwaar. Wat was het zwaarst dan? Je gebruikt maar volgens mij 1 soort spieren. Bij lopen ben je toch wat meer in beweging en daar ben ik veel meer gewend om dat te doen. Dus, Heb je een lekker gevoel eraan overgehouden, dat wel? Wel een beetje rozig, ja. Zou goed kunnen slapen nu, ja. Heerlijk slapen. Nou, eigenlijk heerlijk. Ik ben zo onder bij bocht 3. 2 ongeveer van de laatste keer, toen dacht ik van, ik ga 3 halen en dit is mooi. Mm-hmm. En eigenlijk, want ik zat in mijn hoofd van, ik moet er 4 halen, ik moet er 4, maar 3 is gewoon fantastisch. Ja. Vorig jaar haalde ik er 2 en liep ik de derde als een bonus en was ik ontzettend blij. En nu dacht ik van, ik ben misschien niet zo blij. Maar het ging heel goed, derde ging goed, tweede ging matig, eerste ging goed. Ja, ik ga nu proberen voor de 4e of er een bonus uitkomt. Komt hij er niet, heb ik toch mijn prestatie gehaald. Nou, weet je wat ik gaaf vond? Dus vanochtend ben ik met het team gestart, want ik kon natuurlijk niet heel veel lopen. En echt een haag aan fietsers en applaus, echt super. Ja? Echt een kippenvel, dus ik dacht wauw. Als je het allemaal denkt er anders over. Ik loop een beetje voorover gebogen. Oké, dus, maar je hebt goed gelopen toch? Ik heb 3 keer gelopen, ja. Ja. Wereld wat ze wil.